Hey, leuk dat je kijkt, joh. Ik ben Iwan en vandaag wil ik je graag een kijkje geven hoe ik werk met mijn klankschalen tijdens een klankschaalconcert. Je hebt wel gezien, als ik met mijn klankschalen werk, dan maak ik eigenlijk allemaal gebaren. En ik kan me voorstellen, het ziet er best wel een beetje vaag uit. En misschien vraag je jezelf ook wel af, waarom zou je dat doen? Nou, voor mij heeft het in elk geval 3 redenen. En de eerste reden is dat het je helpt om meer in je gevoel, in je rust te zakken. Dus als ik bijvoorbeeld zo'n gebaar maak, dan golf ik als het ware heel rustig mee op het ritme van die klank, waardoor ik zelf ook mijn rust goed kan vinden. Nou, en het tweede is, door die gebaren te maken, kun je de klank ook een bepaalde boodschap meegeven. Dus als ik bijvoorbeeld dit doe, dan stel ik mezelf voor dat ik die energie wat dieper die schaal induw
wat meer naar de bodem. Dus dan is de boodschap eigenlijk ook de energie die mag zakken, die mag tot de rust komen. Dus zakken, gronden, dat kan de werking van die energie ook weer grondiger maken. En als ik bijvoorbeeld dit doe, dan draai ik als het ware rondjes boven die schaal. En dat is eigenlijk ook de beweging die je vaak maakt als je over een pijnplek wrijft. Als een klein kind gevallen is en je wilt die pijnplek verzachting geven, meestal wrijf je er dan gewoon met een beetje een draaiende beweging overheen. Of ik stel me zo voor dat die draaiende beweging, dat is eigenlijk ook die beweging die je vaak maakt als je zalf op de huid smeert. En als je verzachting en heling wilt brengen. Dus dat zijn allemaal boodschappen die je kunt meegeven met de klank. En tot slot, het voelt echt heel speels en het heeft ook iets van magie om al die bewegingen te kunnen maken. En zeker die magie, als je gelooft dat die bewegingen, dat die daadwerkelijk een effect kunnen hebben op jouw luisteraars, dan komt de magie weer echt terug in je spel. En ik ben er zelf van overtuigd dat al die bewegingen die je maakt tijdens zo'n klankschapconcert, dat het ook daadwerkelijk een effect op je luisteraar heeft. En natuurlijk weet je niet altijd wat dat effect is. Maar aan de andere kant, mijn ervaring is dat luisteraars zo extreem veel kunnen voelen van wat jij allemaal doet met die schalen. Als ze ontspannen zijn en als ze met hun ogen dicht liggen. En ik heb zelfs ervaren dat mensen exact kunnen voelen welke slagrichting je gebruikt als je klankschalen aanslaat. En ja, wat ik ook heel grappig vond. Ik heb ook een keertje een concert gegeven. Toen zat ik ook zo van die rondjes te draaien. En na afloop kwam een van die deelnemers naar me toe en ze zei van: Iwan, ik voelde tijdens dat klankschapconcert allemaal wervelingen door mijn lichaam heen gaan. Weet je, het kan natuurlijk toeval zijn, maar het is natuurlijk wel heel frappant om dat zo terug te mogen horen. En ik hoop en denk ook dat als je dit gaat toepassen, dat je dan ook daadwerkelijk gaat merken dat al die gebaren effect zullen hebben. En ja, ik hoop gewoon dat het je uitnodigt om daar gebruik van te maken. Want het maakt het spelen met je klankschalen gewoon extra leuk. Nou, ik hoop dat je wat aan deze tip hebt gehad. En tot de volgende keer.